Daar ligt Speedy. Pompakaal op tafel. Hoe ga je dat doen dan? Ik weet het, stel jij mij maar. Goedemorgen iedereen. En welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer dinsdag 5 januari 2021. En zoals je ziet lig ik nog lekker op bed. Het is al inmiddels al half 1 en zo volgens mij. Zal ik eens even kijken hoe laat het is. Eens even kijken. Lekker lang de intro eens een keer. Mag ook weer eens een keertje kunnen. Moet gewoon een keer. Zo. Het is bijna 1 uur. Het is 10 voor 1. Hé, hey, meisje. Kom dan. Beauty, kom. Kom maar. Wow. Andere zuster ook maar even bij. Oh ja, en dan ga je zo. Oké, okay, ja, prima. Maar wij wensen jullie dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Speedo. Nee, bedankt lief. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, lieve mensen. Ja, het is alweer 2:30. Ik ben er net al pas uit. Nu net. Dat waren buren. Ook leuk. Dus, nee maar. Je ziet het ook aan me dat ik niet echt, ik zit niet echt lekker in mijn vel. Maar ja, dat kan gebeuren. Hoort er allemaal bij. Maakt allemaal niet uit. Hé meisje, ja, lady is daar. Dus komt helemaal goed, hoop ik toch. Ro is nou eventjes met de twee dames aan het lopen. En ik ben gewoon weer even met lady. Dat is voor mij even iets fijner. Want anders ga ik weer het iedere keer terugtrekken. Ik kan het nu even niet. En ze lopen ook al binnen, continu achter me aan. Ik weet, en dat ze alles merken en voelen en... Maar ik word daar dan zelf ook heel erg onrustig van. Dus ja. En ik weet ook pas, nu pas gaan lopen, ik weet het. Maar om ze nu alle drie in één keer te hebben, dat is voor mij even too much. Daarom dat ik dan ook gewoon even wacht op Rome met uitlaten. Dus komt wel goed. Hoop ik. Ik moet mezelf gewoon eventjes eroverheen klimmen. Dat moet. That's it. Nou, ik heb mijn sjaal om. Ik heb mijn vestje aan. Ik heb lekker eten voor me gemaakt. Noedels, spinazie nog. Ik heb eieren gekookt. Ik heb thee gemaakt. En de hondjes liggen ook lekker op de bank. Laat ik jullie zo zien. En ik ga zo meteen lekker weer daar even zitten. Even op Bigo. Even kijken hoe lang ik het trek. Ze weten dat ik ook niet in orde ben. Dus ja. Het is allemaal niet anders. Het is zoals het is, zeg maar. Nou, het is 4:30 wat jullie kan zien. Dus ja, dus dat. Nou, ik laat jullie even zien waar de hondjes liggen. Daar ligt Speedy. Pompakaal op tafel. Hier ligt Beauty. Hey, waar ligt het dan? Niet? Waar ga je liggen dan? Nou, ik heb net hier gestofzogen, dus ik laat dit even zoals het is. Dus even iets meer speelruimte als ze willen spelen. Dus zij wil lekker daar liggen, prima. Daar ligt lekker lady. Hé meisje. Ga je zo meteen weer bij mama liggen dan? Bij het bureau? En daar ligt Draki. En dan de twee kleintjes. Laat ik ook even zien in spe. Kijk.
Ben ook eens niet vergeten. Moet soms dan even hooi weer bij. Oh, en jij wil weer kijken bij je kinders, hè? Hoe het gaat, hè? Bij je kinders, hè? Ja. Nou, zo dus. Hey. Hey, meisje. Hey, Titje. En nog even schone kooi weer, hè? Ja. Op oudjaarsdag nog gedaan, hè? Ja. Jullie zijn schooi het hok ingegaan. Ja! Wat denk ik? Kom ook even weer kijken. Wauw. Doe ik even hier, vriend, want dan kun je er ook even bij. Ja, ik doe het hokje weer dicht. Zo. Ja, weer laag. Kom, laag. Je lovely, laag. Beauty, ja hoor. Wauw. Ja, en de twee zusjes. Ja, en lady. Mijn engel in spe. Ja, lady. Jullie zometeen. Oeh. Hey, willen jullie zometeen wat lekkers? Hey. Loop Jitty. Kijk eens. Kijk eens. Ik heb er niet tegen jou. Nou, ik ben dus eventjes met de vlog bezig. Of wat anders. Rodi moet ik zo wakker bellen. Ja. Ja. Ik ben moe. Morgen om, hoe laat die nu? Nee, 9 uur of zo krijg ik mijn nieuwe beleidskaar in. En dan hoop ik dat ik er al lang en breed uit ben. Ik weet het niet. Mijn oorbel zit ook niet helemaal lekker. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Komt wel weer goed, hoop ik toch. Hoop ik, ja. Weet het niet. Lovely, kom eens hier. Kom eens hier bij me. Hey. Hey, meisje. Hoi. Nee, is niet van jou. Nee, je bent lief. Nee, je bent lief. Vind je dat? Hoi. Kom dan. Beauty, waar ben jij? Beauty, knuffel. Kom eens hier. Beauty, kom eens hier. Kom eens hier, Knuffy. Kom eens, Knuffy. Kom, 1, 2, kom eens hier. Kom, 1, 2. Ja, kom. 1, 2. Kom. Ja, kom maar. Ja, goed zo. Je bent lief, is je dat? Ja, je bent lief, hè. Nee. Je bent lief. Je bent lief. Lovely, nog een knuffel, misschien? Knuffy? Nee, geen knuffy meer. Nou ja, prima. Ja, waar zijn we? Weer bij onze bekende Mall of the Netherlands. Ja, kijk, en daar hebben we Ro. Ook gezellig. Yes, en waar gaan we dan weer naartoe? Naar Jumbo. Jumbo, nee, ik noem het altijd Jumbo. Scheelt weer. Supermarkt. Supermarkt, ook goed. Ja hoor. Sesam open nu, dank u. En wat we gaan daar tegen gaan komen, weet ik niet. Waarschijnlijk een rare beveiliger of zo. Of niet, ja, je weet het niet. Hé, hey, sluipreclame. Nou, gaan we de roltrap op. Nou ja, rolloptrap toch? Wat is het? Een rolpad. Is het, ja, het is geen roltrap, nee. Het is geen trap. Nee. Het rolt wel. Zo, en dit is dus de winkelcentrum op dit moment. Helemaal goed. Kijk, en daar komt er over aan gelopen. Ook erg handig. Hij is goed. Alles goed? Ja hoor. Mooi. Ja hoor. Oh, hoop ik toch wel. Nou, volgens mij horen jullie het wel op de achtergrond.
Dit is wel best irritant, toch? Als het zo hard staat. Echt, mijn genade. Ik vind hem niet fijn, zal ik dat maar zeggen. En Rodi vindt hem zelfs niet fijn. Hè? Wat zeg je? Ik versta niet door die muziek. Ja, precies, inderdaad. Haha, te hard. Ja, dat is wel één ding wat zeker is. Ja, achtergrondmuziek is oké. Okay. Dit is geen achtergrondmuziek meer. Nee. Nee. En het is hier redelijk rustig op dit moment. Lekker rustig. Dus gaan inladen. Lekker naar huis. En even daar kijken wat we gaan doen. Misschien weer eventjes weer wat vlognummertjes, eventjes 100 of zo eventjes goed doen. En dan weer in het lijstje pleuren. En dan is het rondjes uitlaten. Ik moet ook op tijd naar bed, want ik krijg Karen op bezoek morgen. Ja, morgen. Morgen is het woensdag. En vrijdag krijg ik haar, dus... Maar, best prima. Zo. Ik neem u even mee in de chaoskamer. In de chaoskamer, ja. Want ik zoek eigenlijk mijn lamineerapparaat. Maar waar die is gebleven, Joost mag het weten. Ik weet het niet. Nee. Ik heb hem laatst wel ergens, dacht ik, in mijn handen gehad. Maar ik weet niet meer waar. Nee. Erg, hè? Dat ik het wel nog ergens in mijn handen heb gehad, maar ik weet gewoon niet waar. Dus ja, dat wordt zoeken. Dat wordt echt zoeken. Mm. Drekkie, ga jij eens heel gauw de slaapkamer uit. Dankjewel, ja. Slaapkamer, rommelkamer. Sles. Ja. Waar zou ik dat ding in hemelsnaam hebben gelaten? Want ik moet iets lamineren. Of hij zit boven hier, boven op de kast. Of hij zit ergens daar. Of beneden. Dat weet ik echt niet. Want beneden moet ook echt binnenkort uitgezocht worden. Echt, want het ziet er ook echt niet uit. In die hele kelder niet. Want het is één grote puinbak. Want Rodi vindt het leuk als ik zeg weggooien. Weggooien, dan gooi jij dat niet weg. Nou, ik zal even een lampje aandoen, want anders is het hier niet echt heel goed te zien. Want als ik tegen jou zeg, lieve schat, wil jij eventjes dit weggooien? Ja. Dan doe je dat niet weg, maar je doet het in de kelder. Weg is weg. Prullenbak. Aurak. Ja? Nee, een doos die hier stond, heb jij dus niet in de oorrak gedaan, maar in de kelder. Oh, ik dacht, jij dat in de kelder was. Nee. Dat is dus het op... Maar dat is dus, lieve schat, Davy, ik praat met jou. Maar dat is dus, als ze iets niet hoort of begrijpt, duidelijk vraag, schat. Wou je het nou in de oorrak of wou je het nu in de kelder? Nou, dat wil ik in de oorrak. Want nu wordt mijn kelder één grote opslagruimte. En daar heb ik geen zin in. Dat jij dat doet in je eigen huis om alles op te slaan, dat moet je zelf weten, maar niet hier. Mijn huis wil ik opgeruimd hebben, maar het is nu ook momenteel niet opgeruimd. Nee, dat weet ik. Maar die kant ga ik wel weer op. Want ik wil het opgeruimd hebben, want als het hier in huis opgeruimd is, ga ik ook hier weer beter voelen. Okay. Maar hoe druk het hier en hoeveel dingen hier liggen, hoe drukker ik hier ben. Mm-hmm. En dat wil ik jou continu uitleggen. Het moet opgeruimd zijn. Het moet netjes zijn. Hoe netter het hier is, hoe rustig ik hier ook ben in mijn hoofd. Mm-hmm. Zo werkt dat bij mij. Mm-hmm. Dus ja, dus dat. Mm. Hou jij nog van mij? Ja, ik hou van jou. Kus. Nou, niet. Hey, kus. Oh ja, en nu schaamt meneer er zich weer voor, hoor. Nee, kus. Kus. Hoe ga je dat doen dan? Geen idee, vertel jij mij maar. Kan je dit? Nee? Kijk maar eens aan. Kijk eens in de camera. Nee. Lekker kinderachtig ben je ook, hè? Ja, dat zijn niet mijn woorden. Dat is van even de kijkers. Hij kan zo lekker kinderachtig doen. Mannen dan, in het algemeen. Heel algemeen. Dus,
Nee. Jij moet dat meer met je lippen gaan doen, wist je dat? Oh, hoe pijn aan nee. Lippen. Dat is dus, jij moet meer dit gaan doen. Wat meer bewegen. Met je lippen. Nee, dit. Gekke bekken trekken. Meer gekke bekken trekken. Meer gekke bekken trekken, dat is goed. Meer gekke bekken. En dat is een doel voor jou en voor dit jaar. Meer gekke, nee, meer met je lippen gaan bewegen. Ja. Doe eens dit. Nee. Kus. Nee, niet. Oh. Blaas het weer op. Je kan het wel, dus doe het ook. Zit ze te kijken? Maar ja, kijk je nooit. Zo. Nee. Schei uit. Ben. Kus. Ik ga naar de keuken, schei ik uit. Kus. Ja, nou. Waar sta ik dus nu? In de slaapkamer. Dat betekent dat ik deze geweldige, leuke vlog ga afsluiten. Zo, moest een moeite laten. Dus, vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. Dus dan zien jullie me morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tut op je snuit. En tot morgen. Doei.